Bakkersmuseum op Zuid. René Degenkamp. Goedemiddag. Maar het is toch nog wel ook party, boerderij, Wapen van Degenkamp centrum. Waar we voor jou trouw en natuurlijk de nodige feestpartijen, crematies, begrafenissen, gegarandeerd terecht de teleurstelling eventueel hier over de vloer kunnen. Kunnen, ja. Sowieso. En dan gaan we eens even kijken, want het is uitgebreid. Het is in ieder geval met een gedeelte eraan toegevoegd, is het geëxpandeerd. Klopt helemaal. Klopt helemaal. Het is een extra dependant van het Wapen van Degenkamp. Daardoor is het ook de partyboerderij Wapen van Degenkamp. We zijn sinds vorig jaar in het bezit gekomen van dit geheel. Het is een beetje een raar beeld hoor. Het is zo een beetje raar beeld. Dus we gaan even in de toer inderdaad. We gaan hem even omdraaien. Draaien. En dan spreken we elkaar zo. Deels binnen natuurlijk weer na de tottelkader. En zien we u vlug daarvoor terug. Naar we dachten. Panama natuurlijk. Ja, een steentje in de rug. Derde generatie Jack. Derde generatie Panama Degenkamp. We kennen elkaar zogenaamd niet, hè? Het is een profi-opname. Prima. Dan lopen we even door. Ja. Maar eventjes resume de kakker toe. Partyboerderij, high tier zie ik hier. Ja, Bakkersmuseum, wat moet ik er nou van vinden? Nou, wat ben je nou werkelijk? Wat ik eigenlijk werk ben. Terugtrekkende overheid? Ja. Bij het bakkersvak. Ja, bakkersvak een beetje. Een beetje ja, wat het was. Nooit meer s'nachts vroeg uit de veren? Nee, dat doen we niet meer. Natuurlijk wel vroeg uit de veren. Als er maar we gaan zwaar aan de evenementerie. Aan het veganisement. Ja, of is er ook nog wel een klein stiekem beetje weggelegd voor wat vlees en doorsnee kaas? Ja, tuurlijk. En hergenster. Aan alles denken wij. Aan alles denken wij. Niet puur en alleen een bakkersmuseum. Nee, mensen daar zich niet in vergissen. Nee. Je kan hier 7 dagen in de week. 7 dagen in de week. 25 uur per dag. 25 uur per dag het liefst. 8 dagen in de week. 8 dagen in de week. Desnoods hier komen haïtiën. Voor lunch en diner. Een verlengstuk van iedere woonkamer. Wapen van Degenkamp. Wapen van Degenkamp. Want je bent een adel. Ik ben een adel. Wat gaan we er allemaal hier eenmaal mee beleven om het even? Bakkerijmuseum, hoe lang valt dat te bezoeken? Kijk. Hoe is het, Pocky? Ja, goed hoor. Ja, lekker. Ruta Peppi. Hé, maar hoe lang blijft het bakkerijmuseum zo ingericht? Iedere keer andere tentoonstellingen, hè. Voor iedere doeleinde wand. Maar staat er nog een bepaalde maandelijkse, wekelijkse tijd voor? Om hoeveel tijd wordt er weer een beetje gereshuffeld? Dan moet je even aan Tines vragen. Nee, ik vraag het nou aan jou. Ja, dan ben ik jou toch meer te vertellen dan hij thuis? Tines heeft de broek en ik heb de rok op. Maar voorlopig kan je hier nog volop op af komen lopen en stromen. Ja. En niet stelpen hopen om het uw eigen te maken. Dus qua bakkers op de hak en volop zich wentelend in een favoriete vak, is er nog volop te eenmaal meebeleven met even. Dan kort en bindt het in, want we hebben nog maar weinig tijd blijven zien. Want je moet weer aan het werk, vlek. En wat hebben we hier? Een leuke dialezing. Dialezing, oké. Okay. Geen dialyse, maar dialezing. En jij moet er gaan uitserveren. Hop,